Ja, de kerstman dwaalde deze dagen over de afdeling voor loskunde en de kraamafdeling van het Amphia ziekenhuis. Damien was het eerste kerstkindje. Ja, hartstikke blij natuurlijk, hè. Zo trots. Het mooiste kerstcadeau je maar kan wensen natuurlijk. Het Amphia heeft dus het idee gehad om een beetje een sfeer hier in het huis te creëren door middel een kerstman rond te laten lopen. Je kunt het ook merken aan de patiënten, er komt een glimlachje. En het is natuurlijk hier op de kraamafdeling erg leuk, maar er zijn ook andere afdelingen waar het minder leuk is. 3000 baby's kwamen dit jaar al ter wereld in het ziekenhuis. Met de kerst kwamen er daar nog 10 bij. Ik vind het eigenlijk altijd wel heel speciaal, met het kerstgevoel en... Ja, zeker nu met het mooie sneeuw op de achtergrond en als er dan inderdaad kinderen geboren worden. Dat is altijd heel, heel bijzonder, zeker. Tja, en dan moet je dus kerst in het ziekenhuis vieren, zoals Yvonne en Erik en hun kleine Leroy doen. Helemaal geweldig, gezond. Hè? En heb je het er wel voor over om met kerst in het ziekenhuis te liggen? Heb je er wel voor over, ja. Het jongste kerstkind is Romein. Haar kerstverse ouders zijn blij met hun kerstbaby. Trotse ouders zijn we inmiddels sinds deze ochtend. Hadden jullie verwacht een kerstkindje? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik was uitgerekend op 5 januari, dus het was heel spannend. En voor Romein laat er een goed verhaal dat ze in de armen van de kerstman kon bijkomen. En dat ook nog op de televisie met een wel heel speciaal mutsje op. Een goed begin op deze wereld voor kerstkindje Romein.